Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Bjorn Joska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de dames Elke van der Brand en Elisabeth Meuleman betreffende de voorrangscriteria in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel. Vraagt hierover iemand het woord? Mevrouw van der Brand. Het gaat dus niet over de inhoud. Nee. Het gaat heel duidelijk waarom dat u de spoedbehandeling... Dat is niet hetzelfde als vorige week, hè? Ja, ik wil inderdaad... Waarom dat het vandaag zou moeten behandeld worden? Ja, ik wil argumenteren omdat het vandaag moet behandeld worden en dit niet kan wachten tot een behandeling in commissie of een andere procedure. Collega's, op 5 januari startte de inschrijving in het secundair onderwijs in Brussel. Op 5 januari, dat is heel snel. Als wij vandaag deze resolutie niet goedkeuren, dan gaan we eigenlijk een heel generatie aan kinderen die soms tot 9 jaar in het Nederlandstalig onderwijs hebben gezeten, niet de kans geven om hun traject in het Nederlandstalig onderwijs verder te zetten. Op deze moment zijn er in tal van Brusselse scholen informatieavonden bezig die aan ouders van kinderen zegt dat het niet uitmaakt of dat hun kind Nederlands kan of niet, dat enkel uitmaakt wat hun taalkennis is als ouder. Daardoor wordt het Huis van het Nederlands vandaag, de afgelopen week, maar ook de komende dagen en weken overspoeld door mensen die taaltesten willen afnemen om toch hun kind de kans te geven om hun traject in het Nederlandstalig onderwijs verder te zetten. En als we vandaag deze resolutie niet goedkeuren, als we die wel goedkeuren, dan geeft de minister nog net de tijd om de nodige stappen te zetten. Om eigenlijk wat we allemaal erkennen als een onbedoelde kronkel in een decreet om dat recht te zetten. Dan kunnen we het Huis van het Nederlands ontlasten van al die mensen die momenteel daar staan, wat eigenlijk veel tijd vraagt en veel geld vraagt van het Huis van het Nederlands om iets te doen waarvan we eigenlijk met z'n allen erkennen dat het kafkaans en absurd is. En collega's, verwijs dit alsjeblieft niet door naar de commissie, want dan zullen de kinderen die nu in het zesde leerjaar zitten uit de boot vallen. Op 5 januari starten de inschrijvingen. Kinderen die kozen voor het Nederlandstalig onderwijs, een positieve keuze, dan zegt u tegen hen, enkel als uw ouders voldoende Nederlands kunnen, kan jij in het middelbaar bij ons blijven. Dan verwijst u kinderen naar het Franstalig onderwijs, terwijl velen van hen niet eens Frans kunnen. Collega's, de minister is gebonden door een decreet. Zij kan niet anders handelen dan het decreet. Een decreet dat we hier als parlement gestemd hebben in de vorige legislatuur. Wij moeten haar... Ja, Groen heeft niet meegestemd, dat staat voor... Laat dat duidelijk zijn. Maar dat dit parlement heeft een decreet gestemd. Dus de minister kan niet anders handelen dan volgens dat decreet. Het is dit parlement dat vandaag, door deze resolutie goed te keuren, nog net op tijd kan zorgen dat de minister de ruimte krijgt om wel anders te handelen, om zijn brief te sturen naar de school, om te zorgen dat er op tijd nog een signaal gebeurt. En ik besef dat dat niet vanzelfsprekend is om een voorstel vanuit de oppositie goed te keuren. Ik besef dat dat politiek moeilijk ligt. Maar er is geen tijd voor een ander traject. Er rest ons geen tijd. En ik vraag u om geen spelletjes te spelen op kap van 12-jarige kinderen die heel graag in het Nederlandstalig middelbaar onderwijs willen geraken. Vraagt hierover nog iemand het woord? Meneer Van den Heuvel. Ja, meneer de voorzitter. Vanuit de meerderheid wil ik zeggen dat we de problematiek die daarnet geschetst is effectief erkennen. En wij engageren ons om daar de volgende week samen met de regering en met de minister van Onderwijs daar werk van te maken om een oplossing uit te werken. Goed. Dan stel ik voor dat degene die akkoord is om over te gaan tot de spoedbehandeling nu recht staan. Degene die niet akkoord zijn, mogen nu recht staan. Dan stel ik vast dat het niet aangenomen is en derhalve blijft het voorstel van resolutie verwezen naar de Commissie voor Onderwijs. Collega's. U bent akkoord, kom aan.